We gaan met Giorgio Townsend praten van optie 1. Giorgio, goedemorgen. goedemorgen. Uh, we gaan het hebben over de verkoop van smartphones. Vorig jaar, dat viel toch even tegen. Hebben jullie dat ook gemerkt in de winkels? Ja, vooral wel uh, toch minder nieuwe toestellen. Ja? Dat vooral wel. En uh, toch veel meer uh, mensen die kiezen voor een refurbished of uh, een uh, gebruiktoestel. Oh. Doen ze dat uit prijsoverweging of een beetje milieubewust? Uh, eerder prijsoverweging, ja. we denken natuurlijk als eerst met de portemonnee. Toch, maar uh, hopelijk misschien toch een beetje ook uh, milieu. Ja. Maar, uh, het is uh, vooral uh, toestellen zijn heel goed tegenwoordig. Er maar een... toch wordt er veel voor gewaarschuwd he, over ja. die refurbished. Met name ook MacBooks en zo. Dat je zegt, ja, je weet nooit wat er allemaal mee gedaan is. Misschien koop je de ellende van een ander. Nee, dat klopt. Maar daarvoor krijg je, krijg je bij refurbished krijg je vaak wel weer een garantie ook mee. He. Dus het is dus vaak ook wel zelfs meer garantie dan je op een nieuw product krijgt. Ja, sowieso twee jaar dacht Drie ik jaar. Ook, sommige bedrijven geven zelfs vijf jaar garantie op hun refurbished producten. Dus mm -hmm. wat dat betreft... Zou je eerder een refurbished kunnen kopen dan ja. een... Uh... Ja. Moet je ze wel bij de officiële winkels kopen natuurlijk? Als... Zou je ze wel bij winkels kopen dan waar uh, die ook echt refurbished uh, uh, deals hebben. Want er zit natuurlijk een beetje een keurmerk aan. Ja. Maar, uh, ja. Iedereen kan er natuurlijk gewoon een sticker op zetten dit dus is refurbished. Ja. Daarom ook. Uh, maken de winkels zich zorgen erover dat die smartphone-verkoop uh, is gedaald? Nou, wij, wij zelf niet echt. Uh, zoals ik al zeg, we verkopen natuurlijk ook gewoon heel veel refurbished en uh, gebruikte producten. Dus wat dat betreft zien wij het niet echt heel erg terug erin. En uh, de iPhones bijvoorbeeld, dat blijft op de een of andere manier toch groeien. Maar het, het gekopen segment dat, dat klapt een beetje in. Oh ja? Uh, Apple heeft nog gewoon natuurlijk het voordeel dat iedereen die een beetje uh, Apple viel is. ...graag weer altijd de nieuwste telefoon wil te hebben. dus is een soort modeaccessoire geworden. Ja, klopt. Dat is het, ook. het is een statussymbool en modeaccessoire... Uh, ...om de nieuwste maar iedere keer uh, te hebben. Ja. Maar we moeten zelf ook helaas uh, de laatste vijf jaar... ...al wel schuldig gaan of zo. Dus, uh, maar het wordt, het wordt wel iets minder, hè? Want er zijn natuurlijk steeds minder innovaties... ...op het gebied van zijn telefoon. Ja, het is uitontwikkeld. Ja, hè? Dus, ja. dus vooral we, nu, wat je nu ziet is eigenlijk de camera's. Daar zit nog heel veel groei in, steeds. Ja. Uh, dat, zie je ook, uh, dat was de stap ook van de 13 Pro naar de 14 Pro bijvoorbeeld. 12 megapixel naar 48 in één keer. Dat was bij mm. Apple in één keer vier keer zoveel... Megapixel ermee te werken. En dat zie je wel terug in de foto's. Want snelheid en zo, dat valt te verwaarlozen. Dat merk je. Ja, als in de, vooral in het hogere segment is echt te verwaarlozen. Terwijl ja. je echt iemand bent die ermee gaat meten of foto's en video's bewerken, echt on the go moet doen, dan ga je het misschien nog merken. Maar mensen die de hele dag whatsappen of dat soort dingen. Maar betekent okay. natuurlijk ook dat je oudere telefoon uh, veel waardevaster blijft. Omdat er natuurlijk ja, refurbished nog je best wat oplevert. Als ze bijvoorbeeld nou nog een iPhone 12 Pro hebben, bijvoorbeeld. Ja, dingen is nog uitstekend goed. Ja, oh ja. ja. Oh. Ja. ja, die leveren hartstikke veel op dat vaak er nog geen licht wat je daarvoor betaald hebt. Oh? Nee oh. mooi. Nee. nee. Nou, een iPhone 12. Ik denk dat dat nog best wel wat oplevert. Als je die tweedehands ja, uh, ligt, dan dus Ze worden nu steeds verkocht voor uh, Apple-adviesprijs 810 euro. Ja, dat bedoel het, ik. Het hangt wel van de batterijkwaliteit af. Hè? Ja, klopt. Ja, wel en wel over de af, maar Ja. Uh, of ja. slagcapaciteit ja. Dat soort ja. dingen ja, ook. Wij, wij zeggen zelf wel uh, bij een iPhone 12 of een andere, als de accu wat slecht is, vervangen we zelf ook even de ja, accu. Precies, ja, precies. Maar is het ook niet de prijs-kwaliteit verhouding? Ik bedoel, voor een Apple ja. betaal je ja. heel veel geld. Voor een Samsung betaal je met sommige modellen ook heel veel geld. Maar er zijn zat merken, zoals dat. Xiaomi, Xiaomi, ja, Xiaomi Oppo. Die, die maken ja. hele goede toestellen voor beduidend minder geld. Klopt. En die halen hun uh, geld eigenlijk weer terug door advertenties uh, door je telefoon te plaatsen. Oh, oké. Okay. Dus je dat er weer bij. Ja, dan krijg je in je instellingen dan heb je zo'n klein bennetje erbij staan. Ja. 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 Maar ja, goed, uh, als je hem veel minder geld. Je hoeft er alleen maar mee te bellen een beetje het internet en WhatsApp. Ja, voor veel mensen is het ook echt wel voldoende. Maar het, je merkt wel uh, op het gedeelte dat ze er iets minder ondersteuning mee doen. Omdat die echt jaarlijks meerdere telefoons nog steeds uitpompen. Dus softwarematig uh, loop je dan wel weer altijd uh, wat achter. Ja, en hoe is het met de ondersteuning van andere merken? Uh, tot nu toe is natuurlijk Apple nog steeds bovenaan, gemiddeld zes, zeven jaar wat ze een toestel ondersteunen. Uh, Samsung belooft ook sinds kort, uh, eigenlijk vanaf de S22, ook eigenlijk een langere updatecyclus. Uh, dat was volgens mij, even uit mijn hoofd, uh, drie Android upgrades. Dus als je Android 11 geleverd hebt, krijg je 12, 13, 14 nog achteraan. Mm -hmm. En vijf behouden. jaar be be beveiligingsupdates. Ik vind het toch een beetje... Het voelt toch beperkt hè? Ja. Ja, ja maar daar is de prijs dan ook weer naar. Daar is de prijs ook weer iets gekocht. Ja, oké. Okay, ja, maar goed, het blijft natuurlijk nog een hoop geld. We doen soms dan als een telefoon maar 500 euro kost, dat het dan weinig is. Ja. Maar dat is nog steeds voor heel veel mensen heel veel geld. Veel, he? Ja. ja. Ga, gaat dit door in 2023? Zet die daling in voort? Ik denk als er uh, vooral de innovaties uh, met het vouwen en zo, als dat een beetje goedkoper gaat worden, denk ik dat mensen nog wel weer uh, toch een nieuwe gaan overwegen. Gaat het aanslaan dat, dat opvouwbare, denk je? Gaat wel, het wordt al steeds goedkoper. Hoe gaat het dan dat met een flip? Ja. Nou, flip? Die flips bijvoorbeeld, die zijn uh, eigenlijk in dezelfde prijskategorie als instap-iPhones nu. Ja, nou, het ziet er leuk uit. maar. ziet er leuk uit. Ik vind het nog niet fijn werk. Zolang werken als wel. ik met mijn nagel een kras erin kan maken, hoef ik het niet. Nee, precies. Oh, dus jij bent er ook nog geen fan van? Nee, nog niet. Nee. We gaan door met uh, Giorgio Townsend. En laten we eens even kijken naar het plaatje. Ja, Apple's Safe straks ook op Samsung smartphones. Met andere woorden, dat apparaatje kun je dan ook gewoon gebruiken om jouw uh, Samsung telefoon mee op te laden. Ja, klopt. En nu kan dat dus niet. Ja, in principe wel. Ja, alleen, toch? De magneetjes zitten er niet in bij de Samsung-apparaten. Voor de lader bedoel je? Nee, voor het uh, vasthouden op zijn plek. Halen. Al voor het vasthouden, oké. Okay. Ja. Dus het laden werkt wel, alleen hij blijft laden, niet op zijn plek liggen. Ja, het laden is uh, eigenlijk wat Apple altijd al gebruikt, is gewoon het standaard, uh, de, de wereldwijde aangenomen standaard. De Qi-standaard heet dat. Oh, Qi-standaard? Qi, uh, Qi, schrijf je dat? Oh ja, ja, ja. Uh, dus het werkt gewoon op alle andere apparaten. En Apple heeft vanaf de iPhone 12 bedacht: hey, we gaan Macs even wat we op de MacBooks hadden, gaan we ook op de iPhones introduceren. En die gebruiken ze magneet, een magnetische cirkel, zeg maar. Om uh, het product perfect uit te lijnen. Zodat je nooit uh, zit van hij hey, ligt hij nou goed op een matje of iets. Mm -hmm. Nee, hij uh, vindt die magneetjes gewoon en dan ligt alles gewoon. Het is gewoon puur uh, esthetisch. Ja. Ik bedoel, het is niet dat het. dat nou, beter... is ook handig. Ja, dat is ook handig. Dat klopt ook wel. Mag. Ik heb dat ook in de auto in uh, een uh, MacSafe-houder. Uh, ik ja. tik mijn telefoon er tegenaan. En ja, dat is ik wel fijn. Bij... Ja, ik heb een universeel inductieplaatje, maar dan eens in de zoveel keer heb je wel eens. Dat en je wakker wordt, ligt hij er net naast. Ja. Ja. Oh ja? Ik heb zo'n dingetje dus besteld ook bij zo'n Chinese webshop. Ja. 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 Die is niet te onderscheiden van die echte van Apple. Alleen qua prijs is het. Uh, wel te onderscheiden. Wel, ik denk een tiende. Ja, klopt. Maar ja. hij ziet er precies. Ik heb het naast maar... die echte gelegd. Ja. Nee, maar het werkt prima. Ja, nog wel. Nee, maar ik heb hem al heel lang. Maar er was dat was destijds ook met die laadkabeltjes. Die zijn natuurlijk origineel uh, van de werker, zijn ze duur. Ja. En dan bestelde je ze goedkoop ja, of ergens was... in een winkeltje of op de markt of zo. Ja. Maar dan deden ze het niet. Nee, dat klopt. Want de Lightning chip, daar zit, een, daar zit een klein chipje in die dat ja. controleert. Maar de draadloos laden, het is, dat is, is gewoon niet. draadloos laden. Precies, ja. Het enige wat je nog kan merken als je een echte zou doen. Uh, bij een echte Apple krijg je een kleine animatie te zien. Dat je een echte mac heeft. Ja, nee, dat is ook ja. zo'n rond dingetje. dan gaat Dat kleurt dan groen vol, dat nee, rondje. Nee, niet die animatie. Ja, nee? Wat voor je dan dan? Uh, uh, afhankelijk van de kleur van het product. Dus ja? als je ook een officiële Max hoes doet, dan krijg je ja? een animatie in die kleur ook te zien. Ja, maakt het nou uit? Het gaat toch ja, om het nee, ja, ja. het zal hem toch ergens in zitten natuurlijk. Ja, de, de bouwkwaliteit misschien, maar het, het, is maar het kan projecten. misschien ook zomaar uit dezelfde fabriek komen. dat zou maar niks Ja, nou, ja, maken. Dat kan, toch? Ja. 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 Dat is hetzelfde als met die met een printer. Ja. En als je bijvoorbeeld een weet ik het een HP printer hebt en je stopt daar nep uh, cartridges in. Mm -hmm. Dan geeft hij ook aan, dit is geen originele cartridge. Dus het werkt eigenlijk ja. hetzelfde met, met dat ja, soort chips. Dus ook, gewoon een klein chipje die communiceert van hey, ja. Ben, ja. ben echt. of als die chip er niet is, dan, dan doet hij gewoon niet wat hij ja. moet doen. Maar is dit nou uh, baanbrekend dat dat, dat, dat ook zo meteen op, een op Samsung. Uh, nou, niet zozeer baanbrekend, maar wel uniek voor Apple dat ze uh, zo'n uh, patent gaan delen, zeg maar. Of in ieder geval, ze hebben hun uh, magneetring uh, bij uh, de Power Consortium mm -hmm. aangegeven. Hey, uh, dit is handig, dat hebben we bedacht, uh, neem het maar op in de g 2 standaard. En dat gaan ze doen. Maar eigenlijk ja. willen ze liever dat Samsung denkt, van, nou, het werkt toch wel heel erg goed, ook mondsterven, wij gaan dat ook doen. Nee, nee want nu, nu gaat iedereen het doen. Dus iedereen kan straks MagSafe-accessoires kopen, of je nou een Android-telefoon hebt of niet. Maar ja, dan uh, dan en blijf... als jij uh, stel je bent Xiaomi en je wilt draadloos laden gaan gebruiken, en je wilt de g 2 standaard gaan gebruiken, dan moet je die magnetering inbouwen. En, en daar heb ik even gemist? Wat is dan het voordeel daarvan? Uh, dat hij dus alles perfect uitlijnt altijd. Accessoires die je kunt gebruiken. Het is gewoon echt een gemakstingetje. Ja, 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 oké. Okay. Nou, weten we dat ook weer? Nou, ja, zo langzamerhand gaat denk ik toch nog een paar jaar gaat alles naar elkaar toe lopen ook. We hebben dat al gehad. Ze, ze waren toch ook verplicht om een bepaalde standaard uh, te gaan maken. En ja, de USB-C uh, oplaadpoort. Ja, ja. Nou, dat is nu weer veranderd in de nieuwe MacBook Air. Ja, nee. Dat is dan die, weer dat platte, platte stekketjes. Ja, je krijgt USB-C. De ja, je krijgt die MagSafe en USB-C er mee opladen. ik Ik vind wel, tenminste, ik denk dat als ik. Want ik ben zo autistisch dan. Dat als ik een Apple-telefoon heb, dan wil ik ook de accessoires van Apple. Ja. Dus als ik een Samsung-telefoon heb, wil ik niet een Apple-accessoire bij mijn Samsung-telefoon. Of is dat heel. Nee, nee, maar dan koop je gewoon een Samsung-accessoire. Ja, oké, okay, maar dan kan je dus hier geen gebruik van maken van dat Mac -Safe. Straks wel. Ja. ja, nee, dat kan wel, maar dan heb ik dus een accessoire van. Nee, een nee Apple. Want, nee oh, het heeft dan geen. Nee, het gaat geen MacCV heten. Het, heet dan, het zit gewoon bij de als lader. In. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. 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 Maar goed, ja, als, je, als, je, als, je, als je dat wil en je wilt het per se ja. van een merk hebben, dan zal dan, heb dan, dan dat merk dat ook gaan leveren, want ja, ja, dan ga ja. ik geld verdienen. Oké, okay. nou. uh, duidelijk weer. Dankjewel.